zijn vandaag op bezoek bij bierbrouwerij Bruggen in Amsterdam. Ik was vorige week bij de Oude Keuken, daar ontmoette ik Raymond. Ja. Daar werken allemaal mensen met achterstand. Is dat hier ook zo? Klopt, klopt. Werken hier mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En ik noemde het voorheen altijd mensen met een makker. Maar dat klopt, kunnen we hier of reïntegreren of we kunnen hier begeleiden. Staan die mensen ook hier in de brouwkamer? Overal, zijn overal. Zijn hier zijn ze aan het meebrouwen, aan het schoonmaken. Ze werken in de keuken, achter de bar, in de bediening, in de transport. Als we nu straks de zaal doorlopen, wat is er zo bijzonder aan deze zaal? Nou ja, dat vind ik een hele goede vraag. Het is een mooie brouwinstallatie, er komen hele mooie bieren uit. Dus ik was nieuwsgierig van welke bieren hier uit deze installatie komen. Want precies hetzelfde recept, in elke andere brouwerij smaakt weer anders. En hier komen fantastische bieren uit. Ja, want dat verbaast me eigenlijk. Ik drink wel eens een Belgisch bier. Ja. Daar heb je heel veel verschillende smaken. En dan zijn we hier in Nederland en we hebben ook steeds meer smaken. Hoe komt dat? Nou ja, we hebben heel veel, ten eerste heel veel brouwerijen. Een amateuristisch niveau brouwen, maar gewoon fantastische bieren maken. Waar echt de mooiste bieren uitkomen. Die ook soms op worden gepikt door de professionele markt. Maar er is zoveel aanbod, dus er zijn gewoon heel veel mooie bieren. In België, België houdt zich nog een beetje traditioneel. Maar hier in Nederland zijn we echt heel veel aan het experimenteren en aan het ontwikkelen. En dat volgens mij gebeurt ook nu wel in België. Maar hun zijn echt eerst heel traditioneel begonnen en ze gaan nu een beetje Nederland achterna. Hetzelfde als in Limburg, daar had je ook een hele grote ketel, maar die zie ik hier niet. Nee, nog niet. Maar dit is echt een kleine brouwerij, dus wat heel mooi is om bieren in te ontwikkelen. Dus niet gelijk dat je in 4 of 6.000 liter tegelijk brouwt. Dat is wel mooi voor je productie, maar die fase dat besteden we nu vaak uit. Of die samenwerking hebben we met Jopenbier. Daar worden de grote batches gebrouwen van 3 of 6.000 liter. En dan kunnen we hier de kleinere batches brouwen die misschien iets minder snel gaan als die hardlopers. En we kunnen hier ook mooie bieren ontwikkelen. Dit is de schrootruimte. Als ik rondleidingen doe, dan zeg ik altijd tegen de bezoekers van kom, laten we naar het geheim van het bedrijf gaan. En ik vind het een groot geheim, is het schroten van het mout. Is dat hetzelfde als malen? Ja, het zijn twee tandwielen die tegen elkaar indraaien. En daardoor worden de moutkorrels gekneusd, zodat de meellichamen vrijkomen. Dus die zetmelen die moeten worden in het brouwproces. Zorgen de enzymen ervoor, die dan als het wordt gekneusd, zorgen die enzymen ervoor dat die zetmelen worden omgezet in suikers in het brouwproces. Is dat hetzelfde als wat ik daar buiten zag bij de bierkaai? Daar hadden ze ook zo'n emmertje van die heel grove meel, zal ik het maar noemen. Ja, klopt. Dat is al geschroot. Ieder recept heeft andere mouten. En die weeg je af. En dan is dat klaar. Dan ga je schroten. Dus dan flik je alles hierin. Je hebt niet toevallig een moutkorrel hier liggen? Ja, natuurlijk. Hier een hele zak. Dit is tarwemout. Waar je de weizenbieren mee kan maken. Dus dit is... Het ruikt lekker. Heerlijk. Het is echt, als je dat open doet, dan... de aroma komt je tegemoet. Je hebt niks met chocolade te maken, maar het is gewoon is de kleur. Dit is onze hopselectie. Van A tot Z. Allemaal verschillende hoppen. De een die ruikt naar gras, de ander naar dennenappels, de ander naar bloemen. En de een is heel bitter, de ander is weer heel mellow. Dit is de stortkoker. Dus je hebt alles geschroot. En dan zet je alles klaar. Morgenochtend, laten we zeggen 7 uur. Kom ik aan, heb ik genoeg heet water erin, in de tank zitten. En dan stort ik het hier.
al die zakken mout, die stort ik hier in de stortkoker. En die komen hier in de brouwketel terecht. We staan hier bij de brouwketels. Dus dit is de kookketel, dit is de filterkuip. Daar in de hoek, dat is het einde van het brouwproces, dat is de whirlpool. En in de whirlpool ontstaat min of meer in het midden een bergje met de hoppen. Hoppen die waar we net waren in de vriezer. Die heb je in het bier gedaan, gekookt. En dan heb je die vanuit de brouwketel, vanuit de kookketel, naar de whirlpool gepompt. Doordat je hem erin pompt, komt er een soort bergje in het midden van je whirlpool. En dat restproduct, borstel, dat gaat via een gat daar in een bak beneden. Dat is een gijsbak en die gaat weer naar de boer. En dat is weer voer voor de varkens, voor de koeien.